genau. Hi, beauties. Nou, op weg naar huis. Ik ben ziek. Omdat ik in de buurt van de airco heb gezeten. En ik ben nou een beetje aan het rondrijden. En ik wil nou weer naar huis toe. Omdat ik me helemaal niet lekker vind. Ik heb net boodschappen gedaan en ja, het gaat gewoon even niet. Ik kwam onderweg nog een wielrennerstour tegen. En nou even kijken, waar moet ik naartoe? Ik ben richting Dommelen, Valkenswaard. Ik rij nou zo achter Valkenswaard en Dommelen heen. Ik ben op weg naar huis toe dus. En het is hier fantastisch mooi om te rijden. Heel landelijk. Heel mooi. Maar zoals ik al zei, van... Dat ik ziek ben, dat het niet gaat. Ik heb paracetamol ingenomen en ik voel me echt heel erg beroerd. Nou, misschien hoorden jullie dat ook wel. Mijn stem klinkt anders dan anders. Even kijken. I know it seems so bad, but it's just another frame of the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. Whoa.
Dejan de ir en... Ik ben van plan om te gaan streamen vanmiddag. Ik heb op de computer OBS geïnstalleerd. En ik ben livestreaming op Uno. Misschien onbekend voor jullie. Dat is zeker aan te raden. Oh ja, volgens mij loopt het dood of zo. Ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe ik hieruit kom, want dommelen lijkt net een dolhof. Weer gaan draaien, ik denk het wel. Ja hoor, ik moet gaan draaien. Zondag. En dat betekent dat ik morgen weer gewoon moet werken. Althans ben ik onlangs ziek. Ik heb zo'n strenge werknemer. strenge werkgever. Als je ziek bent moet je gewoon komen werken. En dat doen ze om misbruik van de ziekte te voorkomen. Dat is heel mooi zo om te rijden. Ik ga nou langs de rand van Dommelen. Oh, moet ik weer keren. Jezus, mina. Ik ga nou eventjes sluiten. Ik zie jullie thuis. Tot later, hoi. Ik ben nou thuis. Dan ben ik eventjes rode bietjes aan het eten.